Hey, welkom bij Renato's Fitness hier vanuit vakantiehuisje in de Ardèche in Zuid-Frankrijk. En ik ga vandaag weer een vraag behandelen en die is van Alexander Halfort. Die vraagt of het beter is of slechter is om drie grote maaltijden te nemen in plaats van bijvoorbeeld zes kleine maaltijden. Nou, dat is best een belangrijke vraag als het gaat om of je nou spieren wilt bouwen of vet wilt verliezen. Hoeveel en hoe vaak je eet is gewoon essentieel daarin. Over het algemeen is het gewoon beter om de maaltijden te verdelen over de dag, zodat je continu de hele dag door een toevoer krijgt van voedingsstoffen, bouwstoffen, brandstoffen. Dus verdelen in kleine maaltijden, misschien zes op een dag, is beter dan bijvoorbeeld drie grote maaltijden. Verdeeld over een dag. Bijvoorbeeld, hè, praktisch voorbeeld. Bijvoorbeeld als je als ontbijt eet, middageten en avondeten zijn drie maaltijden. En zijn meestal vrij grote. Maar als je traint, dan zit je tussenin, kom je misschien net iets te kort. Veel mensen die hebben bijvoorbeeld ook weer dat ze om 4 uur dan hebben ze honger. Hè, dat kuppensoep, 4 uur, weet je wel. Omdat dan de ruimte tussen middageten en avondeten te groot is. En hetzelfde geldt natuurlijk voor ochtend of voor het ontbijt en het middageten. Dus het is beter om dan kleinere maaltijden te eten en dan tussendoor nog een maaltijd. Eigenlijk voor bodybuilders is het het beste om elke 2, 2,5 uur iets te eten, al is het maar het kleins. En bij elke maaltijd dan natuurlijk koolhydraten, eiwitten. Ja, dat moet er gewoon in zitten, omdat je die bouwstoffen nodig hebt en ook een klein beetje brandstoffen natuurlijk. Het hangt er maar gewoon precies af van wat je doet. Maar over het algemeen, kleinere maaltijden verspreid over de dag is beter dan drie grote maaltijden. En ik heb ook een keer een video gemaakt over een snack voordat je gaat slapen hè, met eiwitten. Is altijd goed. En het belangrijkste is gewoon ontbijt. Ontbijt is gewoon de kickstart eigenlijk jouw vetverbranding. Dus dat is gewoon heel belangrijk. Dus, Alexander, antwoord op je vraag. Drie grote maaltijden of meerdere kleine maaltijden. Meerdere kleine maaltijden verspreid over de dag is gewoon effectiever voor wat je ook wil. Spiermassa bouwen, vet verbranden, maakt niet uit. Het is gewoon beter omdat je constant je vetverbranding bezighoudt. Constante toevoer van brandstoffen en bouwstoffen. Dus als het kan, meerdere kleine maaltijden verdeeld over de dag. Dan vraag je je. Ik snap het, Renato, maar hoe laat en hoe dan, hoe wat? Nou, wat voor type voedingsstoffen je tot je neemt, hangt af van je doel. Ja, dat is nogal lastig om dat nu hier zo te bepalen. Maar een voorbeeld, hoe ik eet. Ik eet 's morgens een ontbijt en dat kan, ja, laten we zeggen, 7 uur zijn. En dan bijvoorbeeld om 9 uur of 9:30 en dan om 12 uur of 12:30. En dan rond een uur of 2:30, 3 uur, 6 uur. Daarna om 8 uur. En voordat ik naar bed ga, is het meestal om een uur of 11, 12. Dus ik eet meer dan 6 maaltijden per dag. Maar dit is maar een theoretisch schema. Daarmee wil ik zeggen, eet jij meerdere kleine maaltijden per dag en heb jij om 8 uur ontbijt gehad en je staat je volgende maaltijd vast om 10 uur, maar je hebt heel erg honger. Luister dan naar je lichaam en pak dan gewoon iets kleins tussendoor. Over het algemeen zou ik adviseren om niet altijd voor koolhydraten te kiezen voor zo'n kleine tussendoortjes, maar kies dan iets meer voor eiwitten of iets waar veel eiwitten bij zitten. Bijvoorbeeld een schaaltje yoghurt met een klein beetje krusli als tussendoortje. Dus het staat dus niet in jouw schema. Het zijn dus extra calorieën, extra eiwitten en koolhydraten die eigenlijk buiten jouw schema zitten. Natuurlijk begint alles met het maken van een schema, een voedingsschema, zodat je weet wat je eet. Meten is weten. En dan kun je ook effectiever toewerken naar jouw doel wat je wil bereiken. Dat is weer Renato's Fitness. En bedankt voor je vraag, Alexander. En zijn er nog meer vragen? Laat ze komen in de reacties hier beneden. Je kunt ze mailen naar renatocrossfitapenstaartje@gmail.com of via privéberichtje hier of op Facebook, Twitter, altijd goed. Tot de volgende keer. Succes!